Oh. Wat word je dan fit wakker, zeg? Ja, dan zullen we denken, waarom? Wacht even het geluid af. Ik heb dus een smartband om van Sony. En met de LifeLog applicatie, die dus bijhoudt hoe mijn slaap zich ontwikkelt door de nacht, zorgt hij ervoor dat hij me wakker maakt op het moment dat ik zelf het meest fit ben. Dat ik eigenlijk al bijna wakker ben. Ik niet door diepe slaap met een dikke kop en zo. Dus ik ben meteen fit. Ik mag gelijk beginnen. Nou, Sony LifeLog, daar gaan we er dadelijk straks nog even op terug. Ik ben hier natuurlijk bij Sony, vlakbij Schiphol. Niet om het vliegtuig naar Barcelona vast te nemen, dat duurt nog even. Maar om te kijken wat Sony heeft aangekondigd tijdens de CES in Las Vegas. Hier een kilometertje of 12.000 verderop. Het toestel waar ze nu deze week hun ding mee doen is de Xperia Z1 Compact. Nou, zoals de naam het al doet vermoeden, is dit een kleinere, compactere versie van de Xperia Z1. Met dien verstande dat deze wel alle specs heeft die ook de Xperia Z1 heeft. Twee hele kleine verschilletjes. De accu is iets minder krachtig. Nou, je hebt minder ruimte, dus daar kan ook een minder grote accu in. Dat kan ik begrijpen. En het scherm, het is een kleiner scherm, 4,3 inch, is geen Full HD, maar gewoon HD. Dat zijn ook dan echt de enige twee verschillen. Ter vergelijk, andere compacte versies of mini-versies, hè, van de Galaxy S4 Mini en de HTC One Mini, daar lever je qua specs, processor, geheugen en dergelijke toch wel echt wel veel in. Dat is hier dus niet. Als je goed kijkt naar het scherm, hè, een van de grote irritaties eigenlijk van Sony smartphones is dat de kijkhoek van het scherm wat achterblijft bij die van de concurrentie. Het wordt heel snel wazig. Nou, hier heb je ze allebei naast elkaar en je ziet als ik ze draai, de Z1 wordt wazig, het beeld, terwijl die bij de Z1 Compact de kijkhoek gewoon netjes blijft. Je kunt gewoon goed het scherm blijven aflezen. En ja, dus waarom? Ik heb het hier aan Sony gevraagd, ze weten het ook niet, want het zijn allebei toestellen met het nieuwe Triluminos scherm. Ik heb een vermoeden dat er op de lagen erboven, tussen het scherm en het glas, dat daar iets veranderd is waardoor er minder reflectie is of minder glare. En dat ze daardoor het scherm een stuk beter afleesbaar is onder een hoek. Nou, zoals ik al aanhaalde, de specs zijn exact hetzelfde als van zijn grote broer. Letterlijk zijn grote broer in dit geval, want hij is natuurlijk een stuk meer handzamer. 20 megapixel camera, quad-core processor, het zit er allemaal in. En ja, hij is natuurlijk ook weer gewoon waterdicht. God, mijn jou is het water hier koud, zeg. Het vriest, het is winter. Ik ga niet weer 10 dagen op bed liggen na een wateractie. Dus ik haal deze gewoon even snel eruit, ik droog hem af. En zoals je ziet, hij doet het nog. Nou, wat kan ik verder nog van Xperia Z Compact zeggen? Nog niet heel veel, want ik heb hem niet uitgebreid getest. Wel, het formaat is natuurlijk prima voor mensen die tegenwoordig op zoek zijn, hè, in de wereld van de 5,2, 5,7, 6,3 inch toestellen naar een handzaam compact toestelletje. Wat wel alles, echt letterlijk alles aan boord heeft, wat die grotere broers en die grotere jongens ook allemaal hebben. En dan ben je dus met deze veel beter uit dan met een Galaxy S4 Mini of met een HTC One Mini. Want daar lever je qua specs gewoon veel in. Nou, dat betekent natuurlijk wel met al die specs dat de prijs ook iets hoger ligt dan van zijn concurrenten compact modellen. Hij gaat €5,49 kosten adviesprijs. Nou, in de praktijk betekent dat hij voor onder de €500 in de winkel zal komen te liggen. En met een fatsoenlijk abonnement ben je al snel voor een paar tientjes klaar. Vanaf februari. Nou, ik werd dus vanmorgen heerlijk wakker, zoals jullie hebben kunnen zien. En na zo'n lange dag werken met al die toestellen, dan wil je toch eens even gaan kijken wat je nou eigenlijk zo'n dag gedaan hebt. Want ja, in de rat race of life moet je toch even lekker in een luie stoel kunnen liggen aan het eind van de dag. En even kijken, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan vandaag? Nou, LifeLog, ik heb die smartband, hè, daar heb ik om. Met LifeLog, die houdt precies bij wat jij dus in de loop van de dag doet. Ben je in het autorijden? Loop je door de regen? Ben je in het gamen? Welke muziek luister je? Welke foto's heb je gemaakt? Echt letterlijk alles. Als je sport, wel hoe lang je gerend hebt, hoe ver je gerend hebt. Nou, in mijn LifeLog, zoals jullie kunnen bedenken, zit ik van rennen en lopen en zo. Misschien wel een paar trappen en wat stappen lopen. Stappen tellen doet hij ook. Voor degene die eigenlijk alles delen via Twitter of social media en Facebook, is het misschien wel leuk. Hè? Je kunt zeggen van nou, kijk eens wat ik de afgelopen dag gedaan heb. En naar welke muziek ik geluisterd heb en wat ik allemaal in de auto, hoe lang ik in de auto heb gezeten en noem het maar op. Maar het is vooral nog een leuke gimmick. Dat hele LifeLog en die smartband, dat wordt natuurlijk in de toekomst met nog veel meer applicaties gekoppeld. En wat ook heel fraai is, is dat op basis van jouw gedrag, wat je allemaal gedaan hebt, wat je allemaal gelogd hebt in de afgelopen, kan die zelfs gaan voorspellen wat je morgen gaat doen. Nu is natuurlijk de vraag, als hij gaat voorspellen wat jij morgen gaat doen,
ga je dat dan doen omdat hij dat voorspeld heeft? Of zou je het ook gedaan hebben als hij dat niet voorspeld heeft? En sterker nog, ga je het dan juist niet doen omdat hij het voorspelt? Denk daar maar eens over na.